Zo ziet op een drukke dag de totalisatorhal van het Hilversumse sportpark eruit. Hetgeen bewijst dat er ook voor de paardentoto in Nederland veel belangstelling bestaat. In 1962 werd er een bedrag van 18 miljoen gulden ingelegd en dit jaar zal dat ongeveer 20 miljoen worden. 80% daarvan keert terug in de zakken van de wedders. De rest wordt na aftrek van kosten onder meer aangewend ter bevordering van de draf- en rensport in Nederland. De voornaamste wedstrijd van de Sint-Nicolaas-cursus in Hilversum ging om de toepasselijke Marsepeinprijs. In deze internationale draverij over 2400 meter stuurde piqueur Van der Veen zijn 13-jarige vos Ruin Radbouw direct naar de kop. Achter hem volgde de 8-jarige hengst Way Jewel. En vervolgens kwam de rest van het veld dat de beide koplopers 20 of meer meters voorgift had moeten geven. De wedders volgden in spanning het verloop van de race, waarin zich aan het eind van de eerste ronde een nieuwe koploper kwam melden. Dat was de Franse hengst Midas G, nummer 8. Maar Way Jewel kon aan de binnenkant voorlopig nog een kleine voorsprong houden. In de achterhoede vielen intussen de eerste slachtoffers. Paarden die in galop gingen en moesten inhouden. Want de galop is bij een draverij verboden. De kijkers vroegen zich af waar de favoriet toch bleef. Maar Quicksilver S was nog in de verste verte niet te bekennen toen Midas G snel op de finish afging. Zo snel dat Way Jewel leek stil te staan. Toch kwam Quicksilver nog met een fantastische eindspurt naar voren. En de hengst wist de leider zelfs nog even te bedreigen. Midas G kwam echter het eerst langs de eindpaal. Zelfs de sipkijkende verliezers waren wel bereid hun bewondering te schenken aan de sterke, door Willem Geersen getrainde Franse hengst, die een marsepijnzoete prijs van 1000 gulden verdiende.